Hoi, mijn naam is Maureen. Welkom op mijn kanaal. Zoals je ziet draag ik vandaag geen make-up en dat komt omdat ik mijn wenkbrauwen ga verven. Die hebben een verfbeurt nodig, dus ik dacht, ik neem een video op, want dat is leuk. Goed, je kan wenkbrauwverf ook in de Ethos kopen, je kan het in Kruidvat kopen. En, ik gebruik de verf die in mijn schoolpakket zat bij mijn opleiding. En dat is de Sybil Star Look for Professionals verf. In de kleur bruin. Waarom bruin? Nou, ik ga mijn wenkbrauwen niet zwart verven. Want ja, hey. Dan krijg ik een hele harde blik en dat ziet niet uit. Dus laten we snel beginnen. Wat heb je nodig? Nou, als vanzelfsprekend heb je natuurlijk de verf nodig. Want hoe wil je anders je wenkbrauwen verven? Hè? Dat kan niet. Dan heb je in mijn geval de activator nodig. Ook van Starlook. Een mengkom. Om de verf te mengen. Watjes. En een spiegeltje. Je kan ook vaseline gebruiken om onder je wenkbrauw en boven je wenkbrauw te smeren voor het geval je knoeit. Maar ja, dat ga ik nu niet doen, want ik heb geen zin om het uit mijn schoolkoffer te pakken. Goed, ik doe een klein beetje verf in mijn bakje. Heel klein beetje. En ik heb alweer veel te veel gebruikt. Dat doe ik altijd als ik mijn... Altijd als ik mijn wenkbrauwen ga verven. Ik gebruik altijd te veel verf. Maar ja. Ik zou Maureen niet zijn als dat niet zou gebeuren. Oké, het zit in het bakje zoals je kan zien. En nu pak ik de activator. Het is echt veel te veel, dat kun je ook zien. En hiervan doe ik een klein beetje in het bakje. Niet te veel. Volgens mij is het te veel. Nee, grapje, het is niet te veel. Een klein beetje in het bakje. Dan ziet dit er zo uit. En dan pak ik mijn kwastje. En dit ga ik mixen, 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 mixen. Heel goed mixen. En ik heb net al mijn wenkbrauw. Ja, het is echt veel te veel. Ik heb net al mijn wenkbrauwen doorgekamd, dus dat hoef ik nu niet meer te doen. Dit moet je goed mixen. Dan krijg je dus dit. Dan pak je er een spiegeltje bij. Je doet uiteraard een beetje verf op je kwastje. En dan ga je je wenkbrauw verven. Ik heb een beetje slechte lichtinval hier. Dus ik ga even zo zitten. En ik heb een hap uit mijn wenkbrauwen. Dus de verf zal niet overal even mooi passen. Pakken bedoel ik. En ja. Het is wenkbrauwverf en het pakt dus niet als je op een plek geen wenkbrauwen hebt. En zoals je kan zien ben ik een beetje boven mijn wenkbrauw uitgegaan met het, en een beetje eronder. Maar dat maakt niet uit, want dat kan ik dadelijk nog corrigeren. En het is belangrijk dat je dit niet te lang laat intrekken. Er zit een maxtijd hierop van 3 minuten op deze verf. En dan is het ook echt donker. En ja, als je dit zelf gaat doen, probeer eerst een minuutje of 2 uit voordat het te donker wordt. Want ja, dat wil je gewoon niet. Nou ja, ik heb echt te veel verf gebruikt. En ja, dat is gewoon zonde. Maar ja, niks aan te doen. Als het top is, dan koop ik wel weer een nieuwe.
Ik ben hier een beetje uitgezocht, dus als je kan zien, meer, dat maakt gewoon niet veel uit. Zo. Zo, dan laat ik het even intrekken. En ik zou moreel niet zijn als er weer iets mis zou gaan, want ik heb geen timer bij me. Dus ik moet zo meteen even mijn vriend inschakelen. Zou jij voor mij 2,5 minuutje in de gaten kunnen houden? Ja. Dankjewel. Waarschijnlijk gaat hij het over 3 minuten zeggen, zodat ik voor lul zit hier. Nou, dan zoals je kan zien, neem ik dit nog over. Dat is echt veel te veel, maar ja. Even goed checken of je geen plekje vergeten bent. Zoals je ziet, hier is het een beetje misgegaan, maar ja. Je zal duidelijk zien dat dat geen probleem is. Nu heb ik dit al vaker gedaan, maar als je dit thuis voor het eerst doet, haal het dan zeker weg. Want je weet nooit hoe jouw verf op jouw huid reageert. Dus ja, het is niet aan te raden. Nou, misschien dat het voor de video beter is als ik dit ook maar even weghaal. En ik rol gewoon een watje op. Nou, zoals je kan zien, het gaat heel makkelijk. Dan maak ik alvast mijn kastje schoon. Het kan gewoon met een watje, geen probleem. De kwast die ik gebruik is van Peggy Sage, namelijk de 13114. En deze is echt perfect om je wenkbrauwen mee te verven. Mijn favoriete kwastje. En nou ja, als je op deze manier gewoon je kwast schoonmaakt, dan zal er niet veel misgaan. Nou, dan moeten we even wachten tot de verf is ingetrokken. En dan gaan we hem ervan afhalen. Die vanaf halen kan op 2 manieren. Het kan met water, het kan droog. En ik vind het zelf fijn om met water te doen. Maar ik ga hem ditmaal eens droger afhalen. Ik ben benieuwd. En ja, op school hebben wij volgens mij geleerd dat we hem met een nat watje eraf moeten halen. Maar ja, de docenten doet dat ook wel eens met een droog watje. Volgens mij maakt dat echt helemaal niks uit. Nou, dat gaan we zien. Ik ga even aan mijn assistent vragen hoeveel minuutjes we nog over hebben. Assistent? Nog 20 seconden. Nog 20 seconden? Nou, nog 20 seconden. Je hoort het. Hij is aan het lachen, dus waarschijnlijk zit ik dadelijk met super donkere wenkbrauwen. Hoeveel minuten? Ja, 2. Ik vroeg 2,5. Ja, nog 20 net. Weet je dat zeker? Ja. Oké. Doe maar. Eraf halen? Mm-hmm. Oké. Nou, we zullen het zien. Als het mislukt is het zijn schuld. Nou ja, eigenlijk mijn schuld. Want ik heb hem gevraagd om de tijd in de gaten te houden. En we weten allemaal wat er dan gebeurt. Goed, ik ga hem er vanaf halen. Nou, zoals je ziet. Helemaal niks mis mee. Gewoon geverfde wenkbrauwen. Alleen hierboven is het nog een beetje verf. Maar gebruik een nat watje en je haalt het er zo vanaf. Super makkelijk. Nou ja, zoals je ziet zijn ze al een stukje donkerder. Dan voordat ik begon. Zo. Ja, en als je het zeg maar met een wat nat watje eraf haalt, dan heb je meteen dat de donkere plekjes eronder die je eventueel gemorst hebt, dat die meegaan. Nou, dit is het resultaat. Zoals je ziet zijn mijn wenkbrauwen een stukje donkerder. En ja, ik kan er weer even tegenaan. Ik vond het een ontzettend leuke video om te maken. Als jij hem ook leuk vond, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. Het is gratis. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Hoi!